Metro Manila, de wijk Fort Bonifacio Global City. Op de 27e verdieping van een gigantisch splinternieuw appartementsgebouw woont de familie De Smet. Ongeveer 2 jaar geleden ruilde het gezin West-Vlaanderen voor de Filipijnen. Het gezin De Smet, dat is dochter Elke, ze is 9 jaar en houdt van tv kijken. Er is zoon Tommy, 14 jaar en gepassioneerd door karting en autosport. En natuurlijk ook vader en moeder De Smet. Ik denk dat voor ons het belangrijkste is dat we hier samen met ons gezin zijn. Dat we dat samen verder uitbouwen. Het is nu 2 jaar dat we hier zijn. We hebben heel wat meegemaakt. Eindelijk zijn we terechtgekomen waar we horen, denk ik. En we proberen elkaar zoveel mogelijk te steunen. Niet enkel als man en vrouw, maar naar de kinderen vooral toe ook. Het is voor hen een heel nieuw leven, een heel nieuwe aanpassing. Nieuwe cultuur, nieuwe vrienden, nieuwe school, nieuwe taal. Maar na 2 jaar tijd hebben wij ons toch hier kunnen inburgeren en hebben we de schone kanten van het leven toch kunnen beginnen meepikken. De woonkamer van de familie De Smet kijkt uit op Speedzone Manila. Een gloednieuwe karting met aan het hoofd vader Hans. Een karting volledig volgens Europees model. We zijn heel uniek. Laten we zeggen, we zijn de enige op die manier hier. De manier waarop we het gepresenteerd hebben is heel goed meegevallen, want de cultuur, wat toch belangrijk is hier, is een beetje cultuur gebaseerd op hetgeen dat ze geleerd hebben van Amerikaanse tv, van de Amerikaanse mensen hier aanwezig. Dus cultuur is zo'n beetje show-off. En ik moet zeggen, met ons concept was totaal nieuw. Het kwam van Europa, het was met Europees materiaal, het was door Europeanen beheerd. De kwestie van uniek zijn is het wel heel hoog aangeprezen hier en met de background van Europa nemen ze ons heel serieus. Speedzone Manila in Fort Bonifacio is de tweede investeringspoging. Een eerste karting in een minder rijke wijk mislukte. Het was vertrekken uit de Filipijnen of verhuizen. En de laatste optie bleek de juiste te zijn. Hans De Smet werkt met lokale arbeidskrachten, maar ondervindt verschillen met de Europese arbeidsmentaliteit. The difference is we have to be here on time, you know. We have to work earliest. You know, the Filipino time is different from the, you know. Aanvankelijk probeerde Hans zijn bedrijf te leiden zoals hij dit in België deed, zonder rekening te houden met de eigenheid van de Filipijnse cultuur. Hans moest vaststellen dat Belgische managementtechnieken niet toegepast konden worden. Iedereen in ons team, zowel van de onderhoudsman tot de man die verantwoordelijk is voor de pit, tot de man die verantwoordelijk is voor de tickets, wij behandelen die op hetzelfde niveau. Dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk, dus het moet ergens niveaus gaan creëren. Dus het Europese vlakke organigram is niet mogelijk. Zij vragen zelf om structuur, om duidelijk te zijn van wie is mijn chef, naar wie luister ik en naar wie moet ik niet luisteren. De technici die instaan voor het onderhoud van de karts zijn Filipino's. Zij kregen hiervoor een heel specifieke opleiding. Hans De Smet eist topkwaliteit, maar houdt wel rekening met de eigenheid van de Filipino's. Raak niet aan het punt van trots van de Filipino. Wat ik ook respecteer, dus je hebt mensen uit verschillende lagen van bevolking. Zelfs iemand uit de laagste laag van bevolking, als hij de mogelijkheid heeft, dan loopt hij proper gekleed, dan verzorgt hij hem. Zijn trots, zijn uitstraling is heel belangrijk. En wij als Westerling, wij komen uit de rijke kant van de aardbol, dus die kijken op naar ons. Wij kunnen daar misbruik van maken, maar dat vind ik heel verkeerd en belangrijk. Van die mensen hebben de trots, respecteer hun trots. En moet ik ook eerlijk zeggen, mijn vader heeft me altijd geleerd, als de onderhoudsman niet reinigt, dan breekt de directeur in 2 weken zijn nek. Speedzone Manila in Fort Bonifacio lijkt een succes te worden. Meer en meer klanten vinden de weg naar deze karting en de kwaliteit van deze ontspanningsvorm wordt hoe langer hoe meer gesmaakt. In november organiseerde Hans een 24-uren race en dat werd een overdonderend succes. Het prijskaartje is betrekkelijk duur. Ik kan u bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Een 12 minuten sessie kost voor de meeste mensen over hier
twee dagen werk. Dus het werkloon van twee dagen. Dus je ziet, het is een hele grote selectie onmiddellijk al. Maar spijtig genoeg moeten we de prijs zo hoog houden als we met Europees materiaal werken. Het is duurder dan de lokale kopijen. Dus het prijskaartje is hoog. Maar daardoor doen we dus ook een beetje selectie van cliënteel. Dat was ook een probleem in het begin. It's something similar like. Dus iets gelijkaardig als die plaats daar. Dan was mijn reactie altijd. Please do not compare until you tried it. Dus probeer het eerst en maak dan de vergelijking. Zoon Tom studeert nu al 2 jaar aan een internationale school. Lesvolgen in het Frans en leven in een maatschappij met als voertalen Tagalog en het Engels zijn maar enkele verschillen. Filipino's zijn heel anders. Belgen gaan er meer in zetten. De Filipino's zijn awesome, maybe tomorrow. Het is ook heel anders als je al die kinderen hier ziet, langs de straat lopen. Het is niet zo leuk, maar ja, je kunt er niet veel aan doen. Ik ben blij dat ik zelf in een goede familie zit. Je hebt hier hele mooie zaken, maar het staat nog allemaal in de kinderschoentjes. Sociale zekerheid en dergelijke zaken. We klagen soms in België. Oké, er moeten veel belastingen betaald worden, maar als je in zo'n land leeft als hier, ziet je dan toch ergens wel waarvoor het gebruikt wordt. Het gezin De Smet wil niet in de Filipijnen blijven. Nu de kinderen nog jong zijn, blijven grote persoonlijke problemen uit. Maar Speedzone Manila is een investering. Binnen enkele jaren hoopt het gezin de zaak volledig uitgebouwd te kunnen verkopen en keren ze terug naar België. Nu op het ogenblik denk ik dat we er bijna geraakt zijn. We hebben als persoonlijk inzet toch grote investeringen moeten doen. Nu begint dat stilletjes aan zijn vruchten af te werpen. En het is voor iedereen, niet enkel voor onze kinderen ook, een grote ervaring en ook een goede ervaring geweest om het leven op een andere manier te gaan appreciëren. Niet enkel het materiële te bekijken, maar ook het gewone leven en een keer zien wat andere mensen ook meemaken en moeten vechten en een levenslust moeten hebben om er toch te geraken. Het is een avontuur die goed doordacht moet worden. Als andere mensen ideeën zouden krijgen om in onze schoenen te volgen, denk eerst goed na waaraan dat je begint. Maak eerst een grondig onderzoek voordat je de stap zet. Dat zou ik toch kunnen aanraden.